samen met zijn broertje Frederik kwam hij over het Finland en klinkt inmiddels als een echte tedder, Richard Jensen. Hij gaat Pek Zwolle, misschien weet u het nog. Hij speelde onder meer voor Liverpool en Stoke City. En nu bij ons op de flanken, hier is Oussama Assaidi. En hij speelde in Europa voor onder andere Celtic, Kopenhagen en Southampton. En hij heeft de laatste Nederlander die voor Arsenal scoorde. Ook dit seizoen bij FC Twente, Jans Hoijveld. En hij maakte vorig seizoen zijn debuut in de hoofdklas van FC Twente. Deze jonge buitenspeler scoorde in de laatste wedstrijd van het seizoen tegen FC Groningen zijn eerste doelpunt. Dylan George! Op jonge leeftijd maakte hij al zijn debuut voor FC Twente en stond afgelopen seizoen onder de lat bij Jong Oranje, Joël Drommel. Vorig seizoen maakten we kennis met deze Sloveense international. Hij heeft de hele linkerflank gezien, van linksbuiten tot linksback. 22 wedstrijden in het eerste, Dijan Trajkovski. Een van de spelers had onze eigen jeugdopleiding en hij tekende onlangs nog een nieuw contract bij FC Twente. Onze middenvelder Jelle van der Heijden. Hij maakte vorig seizoen nog de 3-4 in en tegen Groningen. En na een kort uitstapje naar NAC Breda is hij inmiddels weer terug in Twente. Jari Oosterwijk! Een groot applaus voor Stefan Tesco. Zijn loopbaan begon bij het Hengeloze PWO en sinds zijn 11e jaar in het Twentse rood, Peet Meijer. En opnieuw een van onze eigen jongens uit de opleiding. Menig aanvaller heeft het afgelopen seizoen zware duels moeten uitvechten tegen hem. Hij stond zijn mannetje, hij komt uit Nijverau en hij heet Jeroen van der Lely. Hij is nog maar 20 jaar, maar met 70 wedstrijden al een ervaren kracht in de Eredivisie. Hij droeg onlangs nog een shirt van Jong Oranje. Onze vaste respect uit Wierden. Heerden van Aves! Heerden! Hij heeft bijna 100 wedstrijden in het shirt van FC Twente gevoetbald. Onze Zuid-Afrikaanse international en sterkhouder op het middenveld. Hier is Kamahelo Mokotjo! Hij werd afgelopen seizoen met de Dortmund onder 19 kampioen van Duitsland en verhulde deze zomer het geel voor de Twentse rood. Geef hem een warm applaus, Alexander Laukert. Bij NAC Breda maakte hij afgelopen seizoen al kennis met het Nederlandse voetbal en promoveerde met de club naar de Eredivisie. Onze Belgische goalie, John Brondeel. Afgelopen seizoen maakte hij al even kennis met FC Twente en vorige week tekende hij een contract in Enschede. Hij komt over van Newcastle United. De Sloveense middenvelder Haris Vukic.
zijn 29 jaar, een van de meest ervaren spelers in de selectie. Vorig seizoen actief in Zwolle, dit jaar op het Twentse middenveld. Hier is Danny Holla. In Os kende hij vorig seizoen een topjaar. Met 33 goals werd hij topscorer van de Junior League. De spits uit Zeeland, post van FC Twente, is vanaf nu te zien in de grootsvesten, Tom Boeren. Ja, voor alle spelers die er op dit moment zijn compleet. En dan volgt hier de technische staf van FC Twente. Wij zijn FC Twente. Vandaag gaan we een fantastisch seizoen maken.